Voor wie tijdelijke woonruimte zoekt in Malden is binnenkort een mogelijkheid. De voormalige schoolgebouwen van Vuurvogel 1 en Vuurvogel 2 worden klaargemaakt voor bewoning. De gemeente Heumen roept geïnteresseerden via Facebook op zich te melden bij de beheerder van het gebouw. Er is plaats voor 10 bewoners die gaan wonen in de oude klaslokalen. Douche, toilet en keuken moeten gedeeld worden met de andere bewoners. De gemeente wil het gebouw van Vuurvogel 1 uiteindelijk slopen om plaats te maken voor nieuwe woningen. Maar het erfgoedplatform Heumen is het daar niet mee eens. Het is nog niet bekend hoe lang de tijdelijke bewoners in de gebouwen kunnen blijven wonen.